weekend eigenlijk wordt er de heggenfeesten georganiseerd, wat eigenlijk een samenspel is van de VZW Heggen en Landelijke Gilde. En eigenlijk nu vandaag zaterdag staat er eigenlijk bogus op de heggen. Dus dat houdt in dat eigenlijk de mensen eigenlijk hier in de tent vanaf 12 uur eigenlijk hun eigen picknick konden komen opeten. Dan kregen ze een gratis consumptie van hen. En het was vooral eigenlijk de bedoeling om er een beetje een familiedag van te maken voor de mensen van Poederlee. Gezellig samen zijn met vrienden, kennis, buren. En dan daaraan gekoppeld eigenlijk gewoon samen bijkletsen. En als navolging daarvan hadden we zoiets van wat kunnen we nog meer doen om eigenlijk ook eigenlijk de kinderen erbij te betrekken om het gezellig en aangenaam te maken. En dan hebben we er ook eigenlijk een kindvriendelijke wandelzoektocht georganiseerd. Dus een wandeling door de bossen hier aan de Heggenkapel met spelletjes, foto's, rebus. Voor groot en klein eigenlijk, dat de mensen konden deelnemen. En ja, gewoon eigenlijk om familie samen te brengen, gezellig samen zijn. En eigenlijk iets dat we elke zaterdag, nu toch wel het derde jaar dat we dit organiseren vanuit de Landelijke Legende en de VZW Heggen, is het paaptoernooi. Dus dat is elk jaar dat het ook terugkomt, zaterdag namiddag, dat eigenlijk de mensen in ploegen eigenlijk het paaptoernooi kunnen doen. Bij ons staat Mil van Lommel van de Konijnenclub, inrichter van het paaptoernooi. Mil, hoe gaat het in zijn werk, paap gooien? Ja, dat valt allemaal al mee. Het gaat ook over de meters. Het is echt meters wijd. Het popje is echt centimeters hoog. Het zijn echt wrangen die erop staan. En het gewicht van de looien, dat is ook echt 100 gram. Dan krijg je 5 euro terug. De ploegen zijn dan met vieren en het is een echt boorde. Het gaat allemaal over echt. En op zondag staat er dan eigenlijk klassiek op het programma dat dan eigenlijk om 9 uur de heggenprocessie start. Die dan eigenlijk naar de Heggenkapel gaat, waar dan een openlucht misviering wordt opgevoerd door Monseigneur van den Bergen dit jaar. En dan is het er gevolgd door eigenlijk een soort van marktje waar eigenlijk zowel lokale mensen eigenlijk een standje kunnen hebben. En verder eigenlijk komt er heel wat volk van Poederlee, een beetje een soort kermis dan eigenlijk, heel de familie komt samen. Om dan nog hier gewoon gezellig samen zijn, een pintje te drinken. En ook weer die 50 bieren zijn er.